Jan. Hoi, ik ben Jan. Hallo Jan. Hoi. Ik ben de presentator van de broek. Want ik heb net mijn broek in jullie container gedaan. Ja, ja, en wij zijn nou benieuwd wat er met die broek gebeurt. Jouw broek die komt hier binnen. En wat we hier doen, we halen hier alle vuil er tussenuit. En het vuil moet je bijvoorbeeld denken aan koorkuizen, frietbakjes, blikken. Blikjes, dat zit er allemaal tussen. Ja. En dan? Eeuw. Oh. Nou, wat we hier dus doen, wij sorteren hier op dames, heren, kinder, zomer, winter. Dus alles wat je hier ziet in de bruine doos, dat is voor de winkel. En wat je hier ziet is tweede keuze, wat niet geschikt is voor de winkel. En dit is eigenlijk wat overblijft. Nee, maar daar ligt mijn broek in. Ja, die zal waarschijnlijk kapot zijn. Of mijn broek, tweede keuze. Tweede keuze? Ja, hij is kapot en alles waar een gat in zit, dat gaat niet naar de winkel. Ja, maar het is een hartstikke goede broek. Ja. Wat gebeurt er dan met zo'n broek die tweede keuze is? Dan gaat het naar andere landen toe, waar mensen minder eisen stellen aan de kleding. Die gewoon echt een broek nodig hebben. Ja, precies. Ja. Niet uit dat het ja. En als het nou nog slechter is? Als het nog slechter is, dan ja, dit is onze afvalbak, om het zo maar te zien. Nou, dan persen we het samen, dan worden de draden van gemaakt en dan worden er nieuwe dekens gemaakt waar we als leger zelfs weer gebruiken voor de dak- en thuislozen. En als het nou zelfs hier niet goed genoeg voor is, wat gebeurt er dan mee? Ja, dan wordt het verbrand. Verbrand? Dat is toch zonde? Verbrand, weet je hoeveel energie en water en landbouwgrond hiervoor nodig is om dit te maken? Dan ga je daar nog in de fik steken. Okay, maar Matthijs, ik heb een ideetje. Ik ga hier gewoon een broek van maken. Je gaat hier... Ja, ik ga hier... Ja. Maar wat, je kan het niet zomaar meenemen hier. Blijf de mensen... Ja, ja. Doe gewoon hier iets. Hallo dames. Goeiedag. Dan kom je even een klein showtje geven. Mag ik meegedanst worden terwijl er gesorteerd wordt? Ja, dat is helemaal prima. Yes, hartstikke goed. Top. Ja, oké. Okay. Ik heb een idee. Ik ga hier een nieuwe broek van maken. En jij gaat jouw broek maken. En dan gaan we aan het einde kijken wie de mooiste broek heeft. Wacht, jij gaat hier een broek van maken? Jazeker. Van deze derde keus geen broek van maken? Van dit allemaal ga ik een broekje maken. Oké, okay, ik zeg uitdaging aangenomen. Kom maar op, Kiefer. Oké. Dat is helemaal goed. Kiefer heeft die kleding natuurlijk niet echt gestolen. Dat hebben we keurig netjes gevraagd. Maar is een beetje spannend houden voor de televisie. Toch, Jan? Helemaal top, mannen. Doei. Hey, super, doei. Hey. Ik heb hier een hoopje kleren waar ik normaal gesproken niks meer aan heb. Maar jullie kunnen hier nog wat mee. Ja, zeker kunnen wij daar wat mee. Oké. Okay. Wil je het zien en wil je het weten? Ja, zeker. Dat gaan we dan nu doen. Geef hier. Okay. Hoppakee, daar gaat-ie. Hier wordt het materiaal gehakt. Ja. En dan wordt het kleiner gemaakt. Zo klein wordt het. Vervolgens wordt het nog kleiner. Toekie, toekie, toekie. Daar gaat je deze opstelling. Dit was de spijkbroek, dit is nu al gehakt. Ja. En als je hierin kijkt, dan kun je zien dat daar weer messen zitten. Jezus. Die nog zulke fijne maken. Kom maar mee. Ja, ja, wauw, het wordt steeds fijner en fijner en fijner. En dan? Nou, hier komt het uit de machine. Kijk eens. Oh, wauw. Oké, maar hier kan ik nog niks mee. Nee, dat klopt. Daar moeten we garen van maken. Daarna maken we daar een kledingstuk van. Oké, okay, ja, laten we het doen. Toch? Ja, ja, dat gaan we doen, maar dan ga jij niet mee. Dat is geen proces. Wat? Oké, okay, maar alsjeblieft, laat een heel klein stukje zien. Een heel klein stukje. Nee. Oké, okay, 3 seconden dan. Drie? Geen 3 seconden. Twee seconden, dat is alles. Niet 2 seconden. 2 seconden. Dat kan echt niet. 1 seconde. Dan. Ik ga nu even. Oké, okay, maar doe. Ik ga straks weer. Alsjeblieft, 1 seconde. Alsjeblieft, een stuk doen. Laat een heel klein stukje zien.